Ik ben Tuur Dirks, 24 jaar en aanvaller bij Waasland Beveren. Ik voel me goed. Ik ben blij. Ik heb deze week terug kunnen aansluiten bij de groep en mijn knie voelt goed en fysiek voel ik me ook goed, dus ik mag niet klagen. Maar toch wel, dat was, sinds ik gekust zat, was dat toch wel meteen het doel. Omdat ze hadden geschat op 2-3 maanden en de stage was bijna 2 maanden. Dus leek me dat een scherp, maar wel een realistisch doel. En ik heb er hard voor gewerkt en ik ben blij dat ik dat heb gehaald. Ja, van alles. Hè. Het was eigenlijk een heel goede match van ons als ploeg en van mij individueel. En ja, dan sta je er eigenlijk niet zo bij stil dat je af en toe misschien wat meer verstand moet gebruiken in zo'n situatie. En het was eigenlijk heel dom om op het einde van de match dat ik het eigenlijk voor heb. En als het gebeurde voelde ik meteen van dat het niet goed was. Ik had eigenlijk een beetje een vergelijkbaar gevoel als in de tijd dat ik dat aan mijn andere knie heb gehad. Dat het wel echt serieus was dat ik geopereerd moest worden. En ik had een beetje een vergelijkbaar gevoel, alleen had ik niks gehoord. Ik had het wel gevoeld. En ik kon er ook niet meteen op steunen en het voelde echt niet oké aan. Dus ik wist dat het niet goed was, maar ik heb dan al wel misschien wel een beetje geluk gehad. Ja, absoluut. Ik voelde me wel groeien eigenlijk, week na week. En ik had elke wedstrijd een beter en beter gevoel. En ik voelde me ook sterker worden, ook met de ploeg. Je merkte dat we in stijgende lijn aan het gaan worden. En dat maakt het extra zuur, omdat ja... Je weet dat je afhankelijk bent van je teammaten en van je ploeg en van de vorm waarin je zit. En dat was op dat moment goed. En als je dan nog eens moet uitvallen met blessure, maakt dat extra zuur. En voor mij ook extra natuurlijk, omdat ik van redelijk ver ben teruggekomen. En dat uiteindelijk begon te lopen zoals ik wou en zoals ik eigenlijk wil. Dus dat maakt het wel moeilijk. Maar oké, dat hoort bij het leven van een voetballer. En ja, we gaan nu er toe voor zorgen om opnieuw terug te komen tot dat niveau. Ja, ik denk dat dat misschien niet realistisch is. Ik kan gewoon proberen om nu ook komende week alles verder mee te doen met de ploeg. En morgen in de oefenwedstrijd een andere keer wat minuten te maken. En dan zal ik mijn ritme terug moeten opbouwen en op zoek gaan naar mijn beste niveau terug. Maar dat zal nog wel even duren. Maar ik ga wel proberen te zorgen om tegen Oostende zeker al selecteerbaar te zijn. Ja, vooral het samen zijn hè, als ploeg. Je leeft eigenlijk echt een week samen. Je eet samen, je gaat bij mijn spreker samen slapen. Je traint samen, ook tussen de trainingen door. En zit je ook samen af en toe andere dingen te doen buiten voetbal. We spelen af en toe eens Uno. S'avonds worden nog andere spelletjes gespeeld, wordt wat nagepraat in de bar samen. Dus dat zijn allemaal dingen die wel ervoor zorgen dat je als ploeg beter naar elkaar toe groeit. Dat je elkaar ook beter leert kennen, ook voor nieuwe spelers bijvoorbeeld. En ook voor de spelers die elkaar al wat langer kennen, is het toch leuk om een keer echt 24 of 24 samen te zijn. En ik denk dat het alleen maar positief kan zijn voor de toekomst. Ja, voor mij, ik heb ondertussen wel geleerd dat je niet te ver vooruit mocht kijken. Ik wil eigenlijk, zoals ik eruit al zei, zo snel mogelijk gewoon terug mijn beste niveau halen en 100% fit zijn. En dan zo lang mogelijk fit proberen blijven en belangrijk zijn voor de ploeg. Zelf ook goede prestaties leveren. En dan absoluut met Beveren in eerste klasse blijven. Dat spreekt voor zich. En voor de rest genieten van elk moment dat ik op het veld sta. Een goede gezondheid en heel veel plezier.